Oké, het is week 18, weer een nieuwe vlog vanuit het Ruiter Experience Center. En ja, deze week focussen we op de groftros, zoals we dat iedere week een beetje afwisselen. En in het groftros hebben we naast de rassen die natuurlijk veel groeikracht hebben en hoge productie, zoals Marinies en Grandies, waar we altijd op focussen, hebben we nu in het Experience Center ook heel veel tomoresistente rassen. En ja, die zijn echt de moeite waard om te komen kijken. Hè? Want dit is bijvoorbeeld Marinies. 150, 180 gram. En dit is het broertje, zusje ervan. En dan resistent. Ook 150, 180 gram. Daarnaast hebben we hier de Grandies. Hè? Dus dat is 180, 200 gram. Dus iets zwaarder. En ook daar hebben we het broertje, zusje van. Maar dan resistent. Met een goede houdbaarheid, goede mooie groene delen en een nette productie. En een fantastisch mooi product in het schap. Dus nou, tot zover even de market en een klein beetje reclame. Gaan we nu even naar het gewas. Zo, zojuist aangekomen in de kas. En ja, ik sta hier bij Marinies. En we hebben een week achter de rug met verschillende soorten weer. Maar ook een zomerse dag. Hè. Dus dat wil zeggen dat we buitentemperatuur hadden van boven de 25 graden. En dat is ook goed te zien aan de plant, want het kopje is wat dunner geworden. Waar wij erg blij mee zijn. Hè. Dat is toch wat generativiteit terug wat we nodig hebben om een nette plant te maken. Verder staat hij nog steeds krachtig te groeien. En de grofheid is goed en de eerste patrossen zijn er nu af. Dus ja, gaat eigenlijk wel naar ons zin. Nou, en ter vergelijking hebben we ook een paar beelden van de tobrefresistente ras ertussen zitten en daar kun je goed zien dat de kracht echt niet minder is. Nou, zoals iedere week, ook hier in de omlichte kas hebben we ook weer wat data om te delen en ja, dat komt nu even in beeld. De tweede in het rijtje in de omlichte kas is de Grandies. Qua ontwikkeling is die ietsje trager als de Marinies, hè? Dus de dief ligt nog ietsje achter, maar voor de rest hebben we ook hier de eerste trossen al geoogst. Dus, we zitten goed op schema en ja, het gewas is eigenlijk klaar voor de zomer. En ook hier gaan we weer even het broertje zusje laten zien van de Grandies, hè, met hetzelfde ruggewicht. En dan kun je zien dat die qua agronomie, qua kracht zeker vergelijkbaar is. Dus daarin hebben we de laatste jaren heel veel gewonnen. Dus vaak is de resistentie is een trade-off. Hè, dus je gaat iets verliezen ten opzichte van de andere eigenschappen. Maar ja, langzaam maar zeker winnen we die ook weer terug met alle kruisingen die we doen. Ja, zojuist verhuisd van de onbelichte naar de belichte kas. En om het plaatje compleet te maken sta ik hier bij Marinies van de belichte kas. Nou, zoals jullie weten is het 1 november geplant. En zitten we inmiddels dik boven de 30 kilo productie. Dus gaat heel goed naar ons in. En ook het vruchtgewicht zit ruim boven de 150, 160 gram. Dus dat gaat ook ja, naar behoren. Dus we hebben eigenlijk ja, buiten de witte vlieg een seizoen wat redelijk als een zonnetje gaat, zeg maar. Zoals iedere week ook weer data van het ras Marinies te delen in de belichte kas. En ja, dat zie je nu in beeld. Als laatste vandaag de Grandies in de belichte kas. En ja, ze zijn ook krachtig te groeien. Nog behoorlijk paars in de kop en voldoende bloemetjes in de tros. Dus ja, laat de zomer maar komen, zou ik zeggen. En we leren ook steeds beter om te gaan met het insectengaas, hoe we lucht in het instellingen moeten doen. Ja, mocht je nou eens een keer een ras willen zien hoe ze agronomisch groeien met resistentie, ja, dan ben je van harte welkom in het Ruiter Experience Center. Dus tot zover de vlog van deze week. Ik zou zeggen tot volgende week.